Wil jij snel en makkelijk rijk worden? Kijk deze video dan vooral niet. Ja, want tegen iedereen die ervan overtuigd is dat je snel en heel makkelijk rijk kan worden, zeg ik maar één ding, bullshit. In deze video deel ik 5 dingen met je die je hopelijk een hoop frustratie en ellende kunnen besparen. Heel graag 1 disclaimer vooraf, want ik gun je absoluut de wereld. Dus denk jij nou, gast, wat loop je nou uit je nek te lullen? Ik weet wel zeker dat ik makkelijk en snel rijk kan worden. Doe het alsjeblieft. Verover de wereld, doe je ding en word heel snel en makkelijk rijk. Maar toch wil ik je heel graag deze 5 dingen meegeven. If it sounds too good to be true, it is too good to be true. Het vliegt ons om de oren op TikTok en op Insta. Cursussen, opleidingen, weet ik veel wat, met gigarendementen, binnen een jaar miljonair. En de ene belofte is nog mooier dan de andere belofte. De waarheid is dat natuurlijk, en stiekem weet je dat ook wel, dat de meeste van die gasten die dit aanbieden eigenlijk gewoon cursussen willen verkopen. En als je echt een beetje gaat graven op Google wie ze nou eigenlijk zijn, dan kom je er al vrij snel achter dat ze op Ibiza een flatje hebben gehuurd en een Maserati huren voor een middag en jou een leven voorschotelen wat niet echt realistisch is. Dus ik heb geleerd, en echt door schade en schande kan ik je vertellen, dat if it sounds too good to be true, it is too good to be true. Dus zodra jij een aanbieding ziet of leest en je denkt, gast, maar dit is toch echt bijna te mooi om waar te zijn, dan is het ook te mooi om waar te zijn. Het is dus niet waar. Het tweede wat ik wil delen is dat ik hoor ik heel veel van, ja maar gast, ik kan toch gewoon social, ik kan influencer, content creator worden. Kijk naar Monica Geuze, kijk naar Joël Beukers, kijk naar Enzo Knol. Die verdienen bakken met geld. Hoezo kan ik dat ook niet? Hoezo kan ik ook niet rijk worden? Dat klopt. En wie weet zijn die gasten wel rijk. Ik kan niet in hun portemonnee kijken, maar ik denk dat de 3 die ik net noemde, dat die een behoorlijke zak zijn te verdienen. Maar vergis je nou niet dat snel en makkelijk rijk worden is. Dit zijn alle 3, de voorbeelden die ik net noem, zijn alle 3 professionals die waanzinnig hard werken, die een team van mensen om zich heen hebben. Het zijn gewoon ondernemers. Dus ook als je hen zou vragen van, joh, kan ik gewoon snel en makkelijk rijk worden, door even simpel iets te doen? Nee. Dat is gewoon een plan hebben, focus hebben, dromen hebben en gewoon keihard aan de bak. Kan je 1 ding beloven? Deze mensen zijn keihard aan het ondernemen en zijn allesbehalve snel en makkelijk rijk geworden. Het derde wat ik veel merk is dat het lijkt wel alsof het of het een of het ander is. Oftewel, je wordt snel en makkelijk rijk en je bent loaded. Of je bent slaaf van het systeem en je zit gevangen in de rat race en je bent een loonslaaf die van in het gevangen zit in het systeem van 9 tot 5. De waarheid is dat er superveel dingen tussen zitten. Je kan prima geld verdienen met een baan. Er zijn banen waar je echt goed geld kan verdienen. En waar je ook nog eens een keer bonusstructuren hebt, waardoor je gewoon rijk kan worden met gewoon in loondienst. Ten tweede, je kan gewoon een onderneming starten. Dat is dan misschien niet snel en makkelijk. Maar door vermogen op te bouwen, door winst te draaien, kun je ook daar prima rijk worden. En als derde kan het ook nog maar eens zomaar zijn dat je gewoon een baan vindt die je super tof vindt en waar je misschien nooit rijk mee kan worden, maar waar je wel heel gelukkig mee kan worden. Dus er zit heel veel tussen. Aan de ene kant super loaded worden en aan de andere kant, oh, als dat dan niet zo is, dan zijn we dus slaaf van het systeem. Nee, er zitten gewoon 1000 variabelen zitten daar tussenin. En dat brengt mij misschien wel op de 4e tip. En dat is namelijk, wat wil je zelf? Want er zijn heel veel mensen die streven naar snel en makkelijk rijk worden. En die moeten de hele dag achter een computerschermpje zitten om hun cryptocoersen bij te houden. De vraag is of je daar gelukkig van wordt. Dus ik denk dat als jij nu aan mensen vraagt, en vraag het ook maar gewoon aan je vrienden, vriendinnen, familie, whatever. Vraag het om je heen. Wat is nou echt de belangrijkste vraag? Is dat nou echt de vraag? Hoe word ik zo snel en makkelijk mogelijk zo rijk mogelijk? Of hoe kan ik erachter komen wat ik nou echt het tofste vind om te doen, waar ik echt gelukkig en blij van word? En hoe kan ik daar dan lekker geld mee verdienen? Ik denk dat het antwoord op die laatste vraag veel boeiender is dan het antwoord op die eerste vraag. En de laatste tip die ik mee wil geven is, mocht je dat nou echt willen, natuurlijk bestaat er een kans dat je rijk en vermogend kan worden. Alleen, het gaat niet snel en makkelijk. Kijk, misschien voor die ene gast die de loterij wint en van de ene dag op de andere dag in 1 keer 6 of 10 miljoen op zijn bankrekening heeft staan. Maar die kans, kan ik je vertellen, die is echt super, super klein. En voor de rest is het gewoon uitvogelen waar je goed in bent, waar de markt voor is. Gewoon keihard werken en natuurlijk kun je dan heel erg rijk worden.
Oftewel, volg je dromen, doe je eigen ding, verover de wereld, maar geloof niet in die onzinverhalen van snel en makkelijk rijk worden. Nou, vind jij rijk worden, vermogend worden, ondernemend zijn, vind je dat nou tof? Check dan mijn kanaal 7DTV, hieronder kun je abonneren. Je vindt onder andere meer dan 1000 gesprekken met ondernemers, ook met hele vermogende ondernemers. Hoe zijn zij nou vermogend geworden en wat zijn hun drijfveren? Je kan er superveel van leren en ook vind je daar nog veel meer video's van mij waarin ik van allerhand tips deel als het gaat om bijvoorbeeld ZZP. Of voor jezelf beginnen. Nogmaals, ik wens je heel veel succes met volgen van je dromen. En als jij rijk wil worden, dan kan het. Maar niet snel en makkelijk. Hoi.